waarom maak je nu een weekvlog? Waarom zou je een weekvlog maken? Waarom zou je überhaupt vloggen? Wat heb je daar nou aan? Ik zet dit jaar mega in op video. Dat deed ik altijd wel. Ik zette altijd al in op video. Maar nu echt helemaal. In verhouding in mijn bedrijf. Mijn bedrijf bestaat uit mij en Wout als editor. En daarnaast nog een aantal freelancers. Heb ik nu 3 mensen extra voor communicatie. Fulltime. 3 fulltime mensen die zich gaan bezighouden met online video. Nou, nogmaals, ontzettend leuk dat jullie er zijn. Ik heb er echt oprecht naar uitgekeken. Want jullie komst betekent voor mij en voor mijn bedrijf ook wel dat we slagkracht erbij gaan hebben. Je begrijpt, dat is een ontzettende investering. En daar heb ik heel lang over nagedacht, moet ik dat wel gaan doen? En waarom zou ik dat doen? Wat gaat het me opleveren? Ja, dat ga jij ontdekken in de komende aantal video's die je kan kijken. In de komende vlogs. We gaan heel veel video's maken. Het gaat dus om content. Content. En nog eens. Content. Oh, wacht. Meer content. En dat doen we vanuit een methode. Als je met video begint, moet je een videostrategie hebben. Het heeft niet zoveel zin om lukraak 1, 2, 3 filmpjes te maken. Het gaat vanuit het concept dat je documenteert. Net zoals nu wordt dit gefilmd, hieruit. Dat had ik bedacht, daarom vroeg ik aan Maker, van kan jij zorgen dat dit gefilmd wordt? Maken we een soort weekvlog. Dan hebben we straks een aflevering van die week. Die duurt 20 minuten, ik zeg maar even iets. Dan krijg je dat we daar korte stukjes uit gaan halen. Korte fragmentjes, een quote, een stuk blog. Heel veel. Dat gaan we verspreiden op de verschillende social media kanalen. Dus ik heb een half jaar gewerkt aan de videostrategie die ik nu aan het uitrollen ben. En daar heb ik handen bij nodig. Heel veel handen. De videostrategie is namelijk niet iets voor 1 week, 2 weken, 3 weken. Niet voor 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, nee, voor 5 jaar. Een strategie neergezet om over 5 jaar te zijn waar ik wil zijn. Met deze lange termijn ambitie wordt dat mega leuk. Want het wordt ook mega ontspannen. Je hoeft namelijk niet vandaag succes te hebben. En dat is iets wat bevrijdend is. Je bent los van kijken naar je abonnees of hoeveel volgers of wat mensen van je vinden op korte termijn. Het maakt me niet zoveel uit wat mensen ervan vinden. En tegelijkertijd vind ik het ook wel weer heel erg belangrijk wat mensen ervan vinden, want daar kan ik dan weer op sturen. Maar ik ben wel vrij van wat mensen ervan vinden. Dus waarom een weekvlog? Eigenlijk is de weekvlogger om het proces vast te leggen. Het proces wat ik de komende 5 jaar ga doormaken, om dat vast te leggen. Om een document te creëren waarin ik over 5 jaar kan terugkijken en aanwijzen, kijk, zo ben ik gegroeid. Laat ik het anders zeggen, hoe gaaf zou het zijn als Vincent van Gogh een weekvlog had bijgehouden. En je had kunnen zien hoe die was gegroeid van, ja, leerling tot meester. Mijn ambitie is om over 10 jaar meester te zijn in online video. De guy waar je naartoe moet. Over 10 jaar. En de komende 10 jaar ga ik mijn reis vastleggen naar dat meesterschap. Daarom is er een weekvlog.